It's all I wanna do. En welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. En vandaag spelen we een potje Call of Duty Black Ops 2. We spelen een potje Domination op de map Heijer. We gaan spelen met de Scar H, Silencer en Adjustable Stock. We gaan natuurlijk kijken wat we vandaag kunnen gaan doen. Zo, de buurtje moet zich even uit. Dus vergeet natuurlijk nog niet op die like knop te drukken. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan heb ik natuurlijk enorm. Als we 50 likes kunnen halen, ben ik helemaal blij, jongens. En dan pak ik nou maar eentje aan. Oh nee, teammate heeft me ook meegepakt. GG teammate. Maar we gaan kijken of dit potje een beetje chill kunnen gaan eindigen. Oh, er staat al gelijk even een lime machine bij me op te wachten. Nog irritant. Oeh, en daar had ik gewoon geen concentratie. GG Chesto, we gaan ons concentreren natuurlijk. Anders gaat het niet goed komen. We hebben wel al B, dus op zich snap ik mijn teammate niet. Waarom we niet in een span zitten? Ik bedoel, oh, we zitten boven, wacht. Want iemand heeft ze al boven. En nu zijn we UAV, who the fuck? Even opletten jongens, ik heb ook bijna een UAV. UAV awaiting orders. Oh nee, hij staat weer met zijn lime machine gun daar. Kak. Nu spant. Hij spant hem gewoon. What the fuck? Tering zeg, hé. Dat is niet de bedoeling, jongens. Hij mag ons niet spantreppen. Ik merk dat er eten tussen mijn beugels zit. Ik heb net gegeten. Het is op dit moment bijna 6:30 dat ik dit opneem. Ik heb een pizza gegeten. Dus ik voel nog kaas tussen mijn beugels zitten. Dat is irritant, jongen. Maar dat kan gebeuren als je een beugel hebt. Mensen met een beugel snappen wat ik bedoel. Wacht even. Oké, okay, lekker teammate. Thank you. Ik heb flagjacken. Ik heb hem wel gedestrooid, dus ik heb nog een counter UAV. Let's go. Holy shit. Ja, maar joh, niet spantreppen, daar hou ik niet van. Ik hou er alleen van als wij kunnen spantreppen. Dat is de ideale positie ook niet om te doen voor ons, dus ik snap niet waarom we het niet doen. Maar goed, ik ga er gewoon eventjes in rennen om te kijken of we wel die spantrap op kunnen pakken. Zo, hoe is het? Die heb ik geluk. Bye bye. Teammate, pak hem op. Let's go, Kevin. Je fietsje erbij. Ik zou sowieso ja, zijn aan de andere kant van de map gespant. Nee, toch niet. Nee, joh, mijn rug. Kak. Ik had bijna mijn fucking vieze. Of mijn mijn orbital, ja, vies het. Wajo, what the fuck. Zat hier eentje? Hij ligt daar. Wauw. Holy shit. Nou, het is zo irritant, jongen. Ah, kak, staat daar voor me. Ik weet niet of jullie het kennen. Als je een beugel hebt, laat in de comments achter of je het kent, dat gevoel als er eten tussen je tanden zit. Ja, het is eindelijk weg. Dat is fucking hinderlijk, jongens. Dan lijkt het gewoon of je tanden niet goed zitten ofzo. Ja, ik weet niet hoe je het uit moet leggen. Fucking random. Misschien heb je er ook last van als je een speetje tussen je tanden hebt, maar we weten man. Kom op, nee, niet dood van de granaat, alsjeblieft niet. Black Jacket, oh. Holy shit. Nee, en dan ga ik weer dood, hè. G-Man Legacy, holy shit. Jammer dit. Jammer dit. Kom op, jongens. Ik wil één keer dit potje mijn vies het gehaald hebben, hoor. Hey. Niet als ik hier dood ga. Kut, hij is net te ver weg. Holy shit, thanks teammate. Ik ben weer dood. Holy shit, man. Hoe is het mogelijk? Ik overleef het raarste, overleef ik. En hoe ga ik dood door een fucking handgun? Mijn logica is zo ver te zoeken,
Oh, ze hebben B. Dat vind ik ook niet chill. Jij moet wegwijzen met je LMG. Net geen capture kill. Holy shit. Nee, is weer! Die gozer heeft me al 4 keer gekillt met die lime machine gun. Hoeveel deaths heb ik? Ik heb 11 deaths. Holy shit, dat is gewoon bijna de helft van mijn deaths zijn gekomen door hem. For fuck's sake, hé. Ah, kak. Het is nog niet altijd lekker. 30 kills of in 1 ronde gehaald. 10 deaths, kan minder. Maar we gaan die de volgende ronde natuurlijk even proberen goed bezig te gaan. Wel jammer dat ik daar net dood ging, want anders had ik sowieso mijn visit gehaald. Dat is echt kak. Pure kak. Kom op. Ik wil dit potje 50 kills halen. Ik moet nog 20 kills. Ik weet niet of dat gaat lukken, denk ik wel. Er zit iets over de punten. Iets over de puntentelling heen. Iets maar 10 puntjes. Dus heel erg moet het niet zijn. Oh, niemand is hier. Teammate zit op B. Je postzak uit, jongen. Wat een kut dead, jongen. Voor hem is het een kut dead. Echt waar. Dan zou ik ook echt pist om worden als dat bij mij gebeurt. Maar waar zijn alleen mis? Ik vind alles leuk en aardig, maar oh, hij heeft een weet je dat? Ballistic knife heeft hij even in zijn handen. Oh mijn god! What the fuck? Die ene keer met die Blessing Knight do, holy fuck! Wat, ik word gespant, trap, lekker man. Hey, bye bye. Have a great time. Kom op, boys. Oh, stun op mijn bakkes. Kom op! Teammate overleeft. Nee, dat doe je niet. Maar ik overleef wel. Jammer jongen, hé. Ik wist dat je daar gewoon zat. Oké, dan komen hier allebei uit. 3, 2, 1. 1. En 2. Die Remington weer voor mijn 4-set. Het is echt. Het kan gewoon niet. Ik ben weer vervloekt, jongens. De 4-set vloek is weer terug. Holy shit. Dat heb ik een paar afleveringen. Of afleveringen. Een paar video's geleden. Ook gehad. Dat is kut, jongen. Dan, kan je gewoon, dan ben je gewoon verdoemd in een potje een 4-set te halen. Zijn nog 1 of 2 kills, moet je dan. Maar ja, we moeten wel meewerken, hè. Call of Duty. Verdomme. Heeft een XPR, jongen. Kom op A, kom op A. Ja! Hoeveel kills hebben we? 43. Ik denk, ja, 50 kan ik wel halen nog. Het moet nog wel lukken. 50 moet wel lukken, jongens. Dan moet ik nou wel heel slecht gaan, wil het niet meer lukken. Wat? Enemies hebben een stealth chopper, hoe dan? Ik kan er binnen, holy shit. Nog één keer, dan heb ik een 4-set. Hé, ik heb een 4-set. Zo. De vloek is voorbij. Jongens. De 4-set vloek is voorbij. Let's go. Let's go. No, mate, not today. Oh. Oh, ja, in mijn rug. Die had ik even niet gezien. Ik zal me even te concentreren meer op de mensen voor me. En dan zag ik ze niet achter me, hè. Dat is logisch. 53 kills. Mijn missie is voltooid. Let's go. Geslaagd potje weer. Maar we hebben nog 1,5 minuut op de klok. Alleen de puntentelling gaat niet toelaten. Omdat we al hele de tijd een double cap hebben. Geen triple, maar een mooie double cap. Ja. En let's go. Fijne keukenkamers binnen.
6900 punten. 56 kills, 15 deaths natuurlijk. Dus we zijn in één ronde 11 keer doodgegaan en in de tweede ronde maar 4 keer. Dus zo zie je maar wat een verschil er kan ontstaan als je een goede vlaggencombinatie hebt. Dus jongens, mocht je genoten van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Hou mij enorm, 50 likes. Ja, dan is het helemaal goed hier. Dus jongens, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Oftewel morgen, dus laat mensen.